Een positieve middag voor FC Dordrecht in het oefenduel in en tegen Alblasserdam. Er werd gewonnen met 1-7 en dat zorgt bij hoofdtrainer Michele Santoni voor tevredenheid. Ik denk niet op zich met de uitslag. Ik had liever de eerste helft wat meer goals gezien. Terwijl ik vond dat we heel veel stappen gemaakt hebben in de manier hoe we wilden spelen. Voor hetzelfde had je de eerste helft ook wat meer gescoord. Dan waren de fans of de mensen hier om ons heen zouden anders praten over de eerste helft. Waar ik was heel tevreden over. Ja, de tweede helft tegenstander is op en dan scoor je wat makkelijker. Maar ik heb echt fantastische leuke dingen gezien, ook van onze nieuwe Spaanse aanwinst. En Micheli wordt steeds meer leider op het middenveld. In de tweede helft kwam Tim Hulsje erin, die het tempo bepaalde. Dus nu zijn we nog steeds het team een beetje uit elkaar te houden om iedereen de kans te geven. Maar het begint vorm te krijgen. Ja, en dan ga je denk ik in de komende oefenwedstrijden steeds meer naar een basis toe werken. Ja, ik vind iedereen verdient even veel kansen tot aan Almere City. En daarna gaan we werken aan... aan de echte basis. In de eerste helft was Dordrecht dominant aan de bal, maar kwam het slechts één keer tot scoren. Op aangeven van Bradley Vliet is het proefspeler Tolga Özdemir die voor de 0-1 tekent. Alblasserdam maakt na rust weer gelijk, maar dan zetten de bezoekers aan. Dit is verdediger Noah Lewis die met het hoofd Dordrecht weer op voorsprong zet. Onder meer door 3 doelpunten van Thomas Schalekamp wordt de score verder opgevoerd. De 24-jarige linksback Mauro Savastano is een van de 8 aanwinsten die FC Dordrecht vrijdag presenteerde. Voor hem betekent dit een bijzondere kans, want de verdediger was vorig seizoen nog clubloos. Ja, het is wennen, maar ik moet zeggen dat ik goed mee kan draaien. Ik voel me fit en ik vind het weer lekker om lekker weer bij een groep te zijn, om aan te sluiten. Dat teamgevoel weer te krijgen, dus ik ben happy. Hoe is de club daarin zo bij jou uitgekomen en waarom heb je dan uiteindelijk ja gezegd tegen Dort? Ik heb contact gehad met de trainer, met Michele. En overlegd of er een mogelijkheid is om op proef te komen. En om mezelf te laten zien. En zo is het eigenlijk gegaan. Een uitgebreide samenvatting van VV Alblasserdam FC Dordrecht ziet u op onze website.